Twee weken geleden had Jolien het sublieme idee om aan een puzzel te beginnen. En dat ging goed. Op 3 dagen tijd had ze hem gemaakt. En zat intussen, terwijl ze hem aan het maken was, had ze al een nieuwe puzzel besteld. En ik zei, amai, is dat niet een beetje snel? Misschien vindt hij het wel helemaal niks. Ja, nee, kom, we gaan sowieso. En die tweede puzzel, die werd ook gemaakt. Maar toen had Jolien, terwijl het leggen van die tweede puzzel, niet 1 puzzel nog eens nieuw besteld, maar zat er gelijk 3 besteld. Hier liggen er nog 2. En hier ligt de derde. En die ligt hier intussen tijd al meer dan een week op deze manier. Ik zei nog, weet je wel zeker dat je er nog 3 zou bestellen? Misschien vind je, gaat de rage een beetje over zijn? Gaat je het niet meer leuk vinden aan de tijd? Gaat het gewoon slap bakken? En waarschijnlijk als we dan uiteindelijk weer in het nieuwe normaal gaan leven, hebben we er ook weer geen tijd meer voor. Het is zelfs nog niet het nieuwe normaal. We hebben heel veel tijd. Maar kijk, de puzzel ligt er maar gewoon onopgelost, hè. Welkom in mijn leven. Wat? Ja. Het probleem is gewoon dat ik jou veel te goed ken, dat ik jou erop attent maak van, ja maar, als we dat zo gaan doen, dan gaat het waarschijnlijk zo aflopen. Ja. En de voorspelling is uitgekomen. Dat is waar. En toch doet ze haar zin. Ja. Ondanks mijn voorspellingen. Ja. Wil eigenlijk nog wel heel graag puzzelen, maar ik puzzel niet graag alleen. En ja, s'avonds hebben wij precies helemaal vrije tijd. Je bent heel veel tegenwoordig aan het monteren en aan het bewerken en aan het doen. En we wandelen ook helemaal, het is kei mooi weer momenteel. Dus ja, dan gaan we veel meer wandelen. En ja, het was kei mooi weer, sta ik hier in mijn dikke trui. Vandaag niet mooi is het weer. Zonnig wel, maar de wind waait best wel. En kijk wat ik heb, kijk eens hier, dames en heren. Ah. Hey, trommelgeroffel. Ik heb trommelgeroffel. Een horloge. Maar ik moet nog eerst hem connecteren. Dus nu heb ik helemaal niks. Dus ik moet hem eerst even naar connecteren. Hij gaat dan of niet? Ja. Hij was helemaal fully charged. Oh. Pair first, dus eerst nog connecteren. Ja. We zitten nu in de auto. We zijn toch ons huis uitgeraakt. We hebben toch nog altijd niet gepuzzeld. We hebben nog wel wat televisie nog wel wat aan het kijken geweest. Nog naar Temptation Island. En nu zitten we hier in de auto. We zijn onderweg nog naar een restaurant. En we gaan een koud gerecht ophalen. En dat moeten we dan thuis nog even opwarmen. Dus het is eigenlijk al heel een grappige manier wel van ophalen, toch? Zo koud ophalen en dan thuis nog opwarmen. Ja, het is de eerste keer dat we het doen eigenlijk, hè? Ja? Om een restaurant te steunen in ons gebied. Ja, met zo'n takeaway hebben we het al wel gedaan. Hè? En ook wel een keer. Ja, maar restaurants die het. Dit is nu een restaurant die anders niet takeaway doet, die dat nu wel doet. Ja, dat is anders, de eerste die andere keer, restaurants die zijn zo. Ja, dat moet altijd. Zot, hè? Ja, ik vind dat grappig ook zo koud ophalen. En dat is dus eigenlijk voor ons wel handig, want het is toch een half uurtje rijden. Maar ze hebben daar mega lekkere chili sin carne. En ze hebben dat speciaal voor mij nu gemaakt, dus ik kijk er echt al naar uit. Ik ben benieuwd. In naar huis rijden komen we toch wel op een heel bijzondere plaats. Je weet het of je weet het niet, maar ons thuispark, dat is Bobbejaanland. Op letterlijk een kwartiertje van ons huis. Kwartiertje ongeveer, zoiets. Ja, ik denk wel een kwartiertje. Heb je Bobbejaanland, het plezantste land. Dat is jarenlang de slogan geweest. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik ben wel even benieuwd hoe de ingang eruit ziet vandaag. Je ziet het. Redelijk verlaten, uiteraard. Het park is nog steeds niet open. Er staan wat dranghekken. Ze zijn hier duidelijk ook nog hard aan het werk. Ze nemen de tijd. Hier ligt de grond open. Dat is hier voor nieuwe toegangspoortjes. En daar in de verte zie je ook dat ze aan het werk zijn. Een soort van takeaway kraam of zo, denk ik, dat ze daar aan het maken zijn. Leuk om eventjes in Bobbejaanland, nee, aan Bobbejaanland te zijn. Ja, ik mis het echt wel. Mis je het pretparkseizoen? Ja. Ik ook wel. Ja, ook. Echt wel. Nog eventjes doorbijten. Nederland zijn ze allemaal al terug weer open. Ja. Maar dat komt in België ook wel weer goed. Ja. Zeker wel. Hé, hey, dat ziet er goed uit, hè? Zalig, gewoon. Echt. Ik ben heel blij mee. Ja, smakelijk. Het was echt wel mega lekker eten. En sinds, ik heb het de vorige keer ook al een keertje verteld, sinds hij kort zijn we een fit programma aan het volgen voor onze tummy. Een beetje wat fitter terug te worden. En aangezien dat ik gisteren ook al oliebollen heb gegeten en vandaag ook al zo uitgebreid heb gegeten, denk ik dat het nu echt al dringend tijd wordt om nog eventjes een beetje wat te gaan sporten. Een beetje even terug wat oefeningen doen, een beetje wat calorieën gaan verbranden. Want
Ja. Ja. Gaan we het nog doen? Ja. Het is wel bijna 11:00 s'avonds, maar we gaan toch nog doen. Het was echt een harde workout. Maar het is gelukt zoals je gezien hebt. Binnenkort zijn we echt twee bodybuilders. Nee, zo erg moet het nu ook niet worden. Maar we gaan er wel helemaal voor. We gaan zorgen dat er hier wat vet verbrand wordt. Dat we een mooi summer body hebben. Dat we er helemaal klaar voor zijn voor deze zomer. En dat gaan we dan ook proberen aan te houden natuurlijk. Zie je, bedoel ik dat maar voor korte periode. We gaan het echt wel aanhouden. En we gaan kijken hoe ver dat we ermee komen. Hè. Ben eens benieuwd. Morgen weer een nieuwe dag vanuit ons kot in onze eigen bubbel. We hebben heel wat nieuwe woorden geleerd hè, deze tijd. Een kot, een huis. Een bubbel, ja. Huidhonger. Ja. Wat was er nog? Uitslaap. Lockdown. Nee, uitslapen is gewoon iets dat we heel erg uitslapen. Kunnen doen. Dat, ja. Dat, is iets dat we stond eigenlijk niet echt in ons woordenboek, nee. Maar nu wel. Ja. Ja. Ik verlangde er soms wel eens naar. Ja, ik vond het wel leuk. Maar ik heb wel genoeg uitgeslapen, hoor, de laatste ook tijd. Zo morgen is gewoon onze wekker zetten. Ja, gek. Fun, zo. Nee. We worden eigenlijk nu gewoon natuurlijk wakker. Dat is wel leuk. En we gaan ook op ons ritme gaan slapen. We worden gewoon jetlagd op deze manier. Ja, tegenwoordig is dat zo rond 1:00, 2:00 dat wij pas in bed kruipen. Het is nu ook weer 1:00. Ja, dus en wij slapen gemakkelijk tot 9:00, 10:00 in de ochtend. Ja. Hangt er vanaf. Soms gaan we pas om 2 of 3 maar pas gaan slapen. Dus. Ja. Ja. Maar toch, ja, rond 10:00 ten laatste staan we echt wel op. Ja. Hè? Dat wel. Behalve van morgen, het was eigenlijk. 11:30 denk ik. Ja, kijk. Soms moet dat eens kunnen. Allee, soms. Ja, ik vind het wel heel raar eigenlijk als je ervan nadenkt dat wij zelfs nu toch nog altijd moe zijn en toch nog altijd zo wat moeten uitslapen. En eigenlijk, we doen nog wel genoeg, hè, dat wel, maar toch, het is zo. Hè? Nee, dat is normaal. Hè. Een mens wordt wel van iets moe. Hè. Ja. Het is niet dat we niets doen, hè? Nee. Oh. Kijk, bijvoorbeeld die puzzel. We hebben er eens tijd voor gehad. Ja, maar moe word je daar niet ook niet mee. Maar gewoon, en we wandelen heel veel en sporten en heel erg veel thee drinken. En we zijn vandaag naar Bobby Aland geweest. Ja, een hele... We zijn het bijna vergeten, hè? Een volledig uitstapje nog een keer naar Bobby Aland. Dat is echt oké. Een half. Ik vond het wel top eigenlijk om ons zo te zien. Ik mis het echt wel, echt waar. Zo gauw als het terug het pretpark seizoen terug aanbreekt en ze mogen terug open. Het pretpark seizoen zal met maatregelen zijn. Met maatregelen gaan wij wel een keer een bezoekje brengen. Oh, gegarandeerd. Het zal voor de durvers worden dit seizoen. En dan gaan wij doen. Ik heb een beetje spierpijn. Heb je een beetje spierpijn? Beter iets wat meer gestretched. Nee. Weet je wat, kruipt gewoon een keer in bed. Goed rusten voor de spieren en morgen opnieuw. Wat denk je daarvan? Ja. Alright. Dan zie je graag morgen weer. Doei! Ciao, ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.